Welkom bij De Nieuwe Tijd, het nieuwe wekelijkse programma van de Bali, waarin wij spreken over de grote thema's van deze tijd. Die misschien wel zichtbaarder worden dan ooit, want hoewel er veel goeds gebeurt en veel goed gaat, zie je in de crisistijd natuurlijk heel duidelijk waar de maatschappelijke pijn zit en wat de grote verschillen in de maatschappij zijn. En die verschillen worden groter door de crisis. En er zijn veel mensen bezig met daar oplossingen voor te bedenken. En met die mensen gaan we in De Nieuwe Tijd praten. We zijn op zoek naar nieuw perspectief. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en vandaag trappen we deze reeks af. Bijzondere gast vandaag, Haar Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien. Hartelijk welkom. En vandaag ben ik ook niet alleen, in de hele serie ben ik niet alleen. Umberto Tan, als medepresentator, als sidekick, hartelijk welkom ook voor deze reeks. Welkom beiden dus. Umberto, jij hebt een aantal foto's meegenomen die je gemaakt hebt. En die gaan, die heb je gemaakt van mensen van boven de 100. Ja, 100 of ouder. 100 of ouder? Ja. Hoe heb je die gevonden? Ik heb die gevonden op twee manieren. Via Alzheimer Centrum Amsterdam, die een 100-plus onderzoek doen. Waarbij mensen die gezond 100 worden, daar doen ze onderzoek naar. Hoe komt het? Want wij krijgen allemaal te maken later met Alzheimer in onze omgeving. Mm-hmm. 1 op de 5 mensen krijgt Alzheimer. En zij onderzoeken... We worden ook allemaal erg oud, hè? Daardoor misschien... We worden ouder, maar boven de 80 is dat nog hoger, dat percentage. En zij onderzoeken hoe het kan dat er ook mensen bestaan van 100 en ouder die daar helemaal geen last van hebben. Wat is anders? Jij hebt ze gefotografeerd? Ik heb een aantal daarvan gefotografeerd. En soms via social media hebben familieleden mij bezocht. En ik heb ze bezocht omdat ik al heel lang geïnteresseerd ben door ouderen. Omdat ik met name naar ouderen kijk vanuit kracht. Wij zeggen toch vaak vroeg bejaarden te huis. Dat is toch een beetje, ja, het is klaar. Terwijl ik denk, nee, je hebt een heel leven achter je. Je hebt ontzettend veel ervaring. Dus, en die ervaring kan je overbrengen op onze generatie, op mijn generatie. Ja. Ik maak fouten in mijn leven. Zij hebben fouten ook gemaakt in hun leven. Die levenservaring kunnen we gebruiken. Ja. Ja. Dus ik stel ze 4 vragen. Mm-hmm. Wanneer was u het gelukkigst in uw leven? Heeft u angst gekend in uw leven? Wat heeft het leven u geleerd? En heeft u nog dromen? Dat zijn de 4 vragen die ze stel. En omdat we het straks gaan hebben over eenzaamheid, is ook een van de thema's waar ik over moest nadenken. Toen moest ik reflecteren. Ik heb er nu namelijk 57 gesproken en gefotografeerd. Ik wilde in totaal 100. Dat kan nu even niet door corona. Maar het thema eenzaamheid, gek genoeg, bij die groep die ik heb gesproken, kwam nauwelijks voorbij. Mm-hmm. En misschien omdat ze zich sterker voordoen dan ze zijn. Misschien ook omdat het een vrij unieke groep mensen is, van 100 jaar en ouder. Het zijn wel sterke mensen. Er zijn ongeveer 2000 mensen van 100 jaar en ouder in Nederland. Maar ik sprak ook één vrouw van 103. Heb ik het wel over eenzaamheid gehad. En toen zei ze, ach, weet u wat het ook is? Je moet er ook wat voor moeten doen, hè? Er komt net een nieuwe mevrouw hier binnen van 80. Ja, zij is 103, dus 80 is jong voor haar. Ja, jonkie. Van 80. Ja, we hebben 1 keer per week hebben wij koffie. En wij als groepje die daar regelmatig komen, hebben we haar uitgenodigd. En die komt dan niet. Ja, en als je dan 3 maanden later zegt, ik ben eenzaam, ja, dank je de koekoek. Dus die vrouw was heel erg vitaal en zelfredzaam. Ja. Ja. Maar dat is uit deze meneer bijvoorbeeld, is 103, die woont zelfstandig in Rotterdam. Hij heeft een onderscheiding ook. Hij heeft onderscheiding, hij was heel precies nog in zijn herinnering. Hij rookt. Al vanaf zijn 17e. Alleen in de 5 jaar oorlog heeft hij niet gerookt. Dus dat zijn geen doorsnee mensen. Nee. Weet je, dus dat realiseer ik me ook. Dus ik maar niemand is doorsnee natuurlijk eigenlijk. Nee, maar ze zijn... Maar het doet me wel herinneren aan een gesprek dat ik had toen ik een reportage heb gemaakt vorig jaar over een man, over eenzame mensen. Dat er niet één label voor is. Nee. Dus iedereen heeft andere redenen om zich. En dat het niet alleen gaat over alleen zijn of niet alleen zijn. Maar over het gevoel te hebben, ik doe ertoe. Ja. Zit er iemand op mij te wachten? En door juist de goede dingen op te halen uit deze mensen, begrijp je wat hun echte behoeften zijn. En weet je dus ook hoe je het goed moet doen. Dat zij zich goed voelen. Dus dat allerlei koffieochtenden niet genoeg zijn, maar dat die dan ook waardevol moeten zijn. Voor oudere mensen in mijn gesprekken met ouderen gaat over het nieuwe, niet alleen in je herinnering leven, maar ook nieuwe dingen beleven. Dan pas voel je je
fijn en goed. En ja, dus die nuance is goed. En ben ik nodig? Ja. En want toen ik vroeg aan iemand, waar denkt u dan aan? En dat hij zei, ja, ik heb geen nieuwe dingen om aan te denken. Dus denk ik alleen maar aan het verleden. Ja. En dan denk ik, wauw, dat een inzicht, dat hebben we nodig. Ja, want wat jij zegt, hè, we hadden afgesproken dat elkaar zouden toetwaaieren. Maar wat jij zegt, ik was bij mijn vrouw. En soms zijn die wens, daarom zit die vraag, van die dromen erin. Ja. Dat is gericht op de toekomst. En niet alleen maar, wat doe je wanneer je slaapt. En die interpretatie laat ik over aan de mensen zelf. En dan zie je dat ongeveer 50-50 antwoorden. Sommigen zeggen inderdaad, wanneer ik slaap. Anderen hebben daadwerkelijk nog wensen. En één zo'n mevrouw woonde ook zelfstandig. Ze zei, ik zou zo graag weer verse thee willen. Zeg ik, verse thee? Maar dat is toch heel simpel? Ja, nee, maar ik kan niet zo snel meer de deur uit. Ik zeg, nou, mevrouw, stap in mijn auto. We gaan nu. Ja. Ik heb net een winkel gezien, theewinkel. We gaan de zakjes thee kopen. Zo klein is het soms. Ja. Waar je gewoon, absoluut. Een andere meneer wilde nog heel graag naar de keukenhof. Was hij al 40 jaar niet meer geweest. Hij zei, dat zou ik nog zo graag een keer willen doen. Wensen, ja. Wensen. Dank voor die foto's. Het worden er 100, hè, Umberto? Hopelijk wel, ja. Als corona toelaat. Als corona het zal toelaten. We hebben het vandaag ook echt over de kwetsbare groepen. Hè? Hoe betrek je die bij de samenleving? En hoe maakt de coronacrisis duidelijk waar daar de pijn zit? En hoe groot de kloof wordt? En of de kloof niet veel groter aan het worden is ook, hè, door deze crisis? Of dat we er iets mee kunnen. Ja, klopt. Ja, jij, we zeggen inderdaad, jij en jou, hè, tegen elkaar. Absoluut. Hadden we afgesproken, maar jij behoeft nauwelijks introductie natuurlijk voor de kijkers. Maar toch heel even, je zet je in voor ongelooflijk veel goede doelen in Nederland. En sterker nog, ik zou je eigenlijk wel een serial entrepreneur op het gebied van NGO willen noemen. NGO's opzetten dan bedoel ik. Een heel aantal. Van het jaar in 2017. Nou, kijk, dus maar onder andere jongeren, kinderen, lezen en schrijven, geletterdheid, dat soort thema's. Onder andere, maar ook natuur, onder andere, daar hebben we het nu even niet over vandaag, denk ik. Maar vergeten stukken van de samenleving, ook met Number 5 Foundation, ja. Weer bekijken hoe organisaties beter kunnen samenwerken, hoe ze hun maatschappelijke doelen gezamenlijk beter kunnen verwezenlijken. Mm-hmm. Daar is ontzettend veel te doen. En we hebben het, onder andere door die crisis zie je natuurlijk dat die kloof die er in de samenleving altijd is tussen rijk en arm, eigenlijk zichtbaarder wordt. En waar jij je vaak tegenaan bemoeit om te kijken van, kunnen we daar een oplossing of een brug of een de vergeten groepen. Waarom wordt dat zichtbaarder nu? Wat? Ja, en eigenlijk, ik herinner me nog op, nou, 12 maart werd ons leven allemaal begin anders. Het begin van het crisis. En echt een van de eerste dingen die ik ben gaan doen, dat is eigenlijk in kaart brengen van wat ik eigenlijk altijd noem de mensen die bungelen. De mensen die bungelen? De mensen die bungelen. De mensen die bungelen, die tussen alles vallen. De mensen die onzichtbaar zijn. De mensen waar we niet aan denken. Oh, hè? Hoe klopt dat? En dat is natuurlijk altijd, komt dat voort uit al mijn jaren werk met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ja, mensen die tussen het systeem bungelen of er net niet bij. Tussen systemen, mm-hmm. Tussen mensen die zich niet gehoord voelen. Mensen die voelen, die al jarenlang hun hele leven zijn opgegroeid met het gevoel te hebben, ik doe er niet toe. Dan bungel je een beetje op allerlei verschillende manieren. Mm-hmm. Dus niet alleen maar van grote systemen, maar ja, en dat zijn bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We zijn nu heel erg bezig, ook in deze crisistijd, met mensen die blijken niet alleen maar die niet apparaten hebben, digitale apparaten om mee te kunnen doen, om hun werk te kunnen doen. Die geen iPad hebben, die kinderen die niet genoeg geld thuis hebben om een apparaat te kopen. Dat was allemaal onzichtbaar. We wisten het wel een beetje, maar dat wisten we ook weer niet. Mm-hmm. Dat was eigenlijk niet helemaal. Misschien. Nou ja, misschien. Maar we wisten het, we hoefden het ook niet misschien in kaart te brengen. Want we dachten, die kinderen die gaan wel naar school. Er komt een crisis. Mm-hmm. Het schoolsysteem wordt omgekat naar thuis op school. En dan plotseling blijft dat een primaire levensbehoefte. Want anders kun je niet leren. Nee. Dus zo ga je langzamerhand, altijd vanuit mensen die bungelen, ga je afbellen. En ontrafelen noem ik dat. Ga jij afbellen, hè? Niet men. Nee, niet men. Ik help met allerlei mensen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook waar ik zo graag iedereen in wil meenemen. Omdat het je zoveel oplevert, omdat je zoveel inzichten krijgt. Maar wat voor inzichten krijg je dan van die
Wacht even, die, van wie dan ook. Er zijn natuurlijk ook al heel lang kinderen die thuis zitten en niet onderwijs thuis krijgen. Hè? Daar zit jij al langer voor in, je hebt al langer een probleem. Ja. Maar wat voor inzicht krijg je dan door de crisis opeens dat je denkt van, oh wacht even, daar kunnen we iets aan doen? Of daar... Dan moet je je, het gaat altijd om je verplaatsen in de mensen om wie het gaat. Mm-hmm. Of het nou gaat om de kinderen, dan denk je, oké, wat moet er nou gebeuren? Dan ga je helemaal, en altijd doen we het in gesprek met. Maar we hebben daar inmiddels natuurlijk ook heel veel kennis. Maar in gesprek met de kinderen die thuis zitten. Met eenzame mensen, met mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Om tot oplossingen te komen. En dan ga je een beetje wat Humberto zei over het gesprek aan. En dan ga je kijken, wanneer werkt het nou echt voor die persoon? Dus het is niet genoeg dat een apparaat wordt afgeleverd bij de voordeur en zegt, succes ermee. Ik heb zelf met een aantal mensen de tekst geschreven om die bij die laptop komt om te zeggen, als je het moeilijk vindt, dan is het niet, hier is een nummer. Waarom werkt dat niet? Omdat dat vaak mensen zijn die denken, ik doe er niet toe. Oh ja, als ik bel, dan vinden ze het weer heel raar mee en dan durf ik niet te bellen. Dus dan kun je door die stap over te slaan, kun je denken, ik doe allemaal het goede. Maar eigenlijk lost het probleem niet op. Want die persoon die durft niet te bellen. Die heeft die laptop. Die kijkt ernaar en die denkt, oh, het is niet voor mij, want ik ben niet slim genoeg. En dat, dan wordt je denkt vanuit de gebruiker. Dus we gaan helemaal die klantreis, helemaal de gebruikersreis met de mensen. En vaak, het is echt ook een oefening constant in het luisteren tussen de regels door. En dan hoor je dingen en denk je, oké, wacht eens even. Dat is dus het belangrijke inzicht die we vast moeten pakken, daar moeten we dan weer op acteren om bijvoorbeeld de goede informatie te geven, om te zorgen dat het lukt. Dus met dit voorbeeld, jij hebt je de laatste weken hard gemaakt om grote groepen kinderen die geen toegang hebben tot internet. En allerlei kwetsbare mensen. Steeds meer groepen ook, die dingen niet thuis hebben om op afstand te kunnen leren, om die thuis te bezorgen. Maar zeg je nou eigenlijk, het probleem lijkt het ontbreken van een laptop te zijn. Maar het probleem, als je goed naar ze luistert, is eigenlijk dat ze veel niet dieper durven en zich overbodig voelen. En dat de ouders niet kunnen helpen. Mm-hmm. En dat dus door een probleem af te pellen, begin je met dit probleem en dan blijkt het eigenlijk iets anders te zijn. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben we ooit ook op die manier. Even op die manier, wat doe je dan precies met in dit geval? Dan ga je, in het geval van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ja, die volwassenen. Ik had natuurlijk al jarenlang, het is in Nederland een miljoen. 2,5 miljoen mensen. Nu 2,5 miljoen? 2,5 miljoen mensen boven de 15, toch? Boven de 15. Dus het zijn niet de kinderen die nog niet kunnen? Nee, die hebben moeite met lezen en schrijven om volledig zelfstandig mee te kunnen komen in de samenleving. Leuk in de kennis-economie. Het verslechtert. Het verslechtert, het leesniveau gaat achteruit. Maar wat doe je dan? Dan kun je dus kijken, niet kunnen lezen en schrijven. Als je daar naar kijkt, dan denk je, oh, dat is dus een taalachterstand. Maar ik had natuurlijk inmiddels jarenlang honderden gesprekken, eindeloos met mensen. En dan denk je, wat is nou de rode draad in al die verschillende levensverhalen? Wat komt er iedere keer naar boven? En dat is schaamte. Het gevoel van schaamte. Schaamte is een enorme drempel om hulp te zoeken, hulp te weten te vinden, hulp te krijgen. Want dan geef je toe dat je een probleem hebt. Hè? Je geeft toe dat je een probleem hebt. Je denkt, je wil een beetje onzichtbaar zijn. Ik doe er niet toe. Ik schaam me om ervoor uit te komen. Dus kom je met allemaal smoesjes. Dus dat is eigenlijk de drempel. Dus de drempel is schaamte. Ja. En ga je, maar je zegt, daar ben ik eigenlijk na heel veel praten met laaggeletterden, zoals het heet, maar hè, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, noem jij ze. En hoe doe je dat dan? Ja. Dan ga je met ze praten? Of wat er gebeurt, want dan, het is eigenlijk, je zorgt vanuit de behoefte van de mens dat de oplossingen de goede zijn. Dus als je kijkt, er zijn twee smaken. Als je kijkt, als je denkt, het niet kunnen lezen en schrijven, dat is een taalprobleem, een taalachterstand. Wat doe je dan? Dan bouw je, even heel figuratief, dan bouw je een huis en dan en daar ga je leren en dan zorg je dat die mensen daar komen. Ja, geef je les in taal. En dan zeg je, wat raar, ze komen niet. Er komen niet genoeg mensen, maar het is een heel groot probleem. Dus dan los je het niet op. We hebben destijds, heb ik in een mindmap, heb ik gezegd,
destijds in gesprek met de minister. Ik zei van, en als we het nou eens omdraaien, als we nou het gevoel van schaamte van de mensen in het midden zetten en we zorgen ervoor dat het leren bij deze mensen komt, in plaats van dat de mensen naar het leren moeten gaan, want dat gebeurt niet, want de drempel is te hoog. Dan in één keer zeg je, oké, hoe zorg je dan dat dat gebeurt? Dan ga je nadenken vanuit het onzichtbare gevoel van schaamte van de mensen. En die mens die komt bij de bakker, de mens die komt bij de bank, die komt bij het UWV, die komt op al die plekken met een onzichtbaar gevoel. Als je naar al die plekken equipeert en zorgt dat ze een signaalfunctie krijgen en daarna een doorverwijzingsfunctie, die denken, hé, wat gek dat die meneer zijn formulier niet wil invullen. Oh, denkt die het UWV, misschien zit daar iets. Dus die zorg je dat die zegt, meneer, kan ik u misschien helpen daarmee? En je gaat het gesprek aan en je zegt, nou, als u dat nou een probleem heeft, kunt u dan misschien naar een andere plek gaan om te leren lezen en schrijven? Dan word je een doorverwijzer. En met dat systeem, denkend vanuit het onzichtbare gevoel van schaamte, hebben we eigenlijk het hele systeem omgedraaid. Ja, want mensen en bereiken melden, we veel melden meer zichzelf mensen. Gewoon niet. Want nee. het probleem los je niet op die manier natuurlijk. Maar weet je wat, we zitten nu best wel diep al in wat je doet. Maar een deel van de oplossing zit al in het feit dat je het bedenkt. Want je hebt nu een aantal thema's te pakken, zoals laaggeletterdheid. Nu 2,5 miljoen mensen. Maar het was een onzichtbaar thema. Ja. Ondanks 2,5 miljoen mensen. Je hebt het nu over iPads of computers brengen bij mensen die dat niet hebben. 12.000 kinderen, misschien 20.000 kinderen. Een heel grote groep, maar het was een onbekend thema. Niet op die manier. Je hebt het gehad met het bezuinigen van water, het korter douchen. Een heel duidelijk, oh ja, maar 5 minuten kort, ja, 5 minuten douchen, dat scheelt zoveel. Je hebt heel veel thema's die je kennelijk pakt, die heel breed aanwezig zijn, ja, maar die heel smal gezien worden. Ja. En jij trekt het uit het smalle naar het brede. Ja, en dan weer terug naar maar het kleine. Maar hoe komt het dat jij steeds die thema's weet te vinden, waardoor je ook in coronatijd zulke problemen aan het licht brengt? Want daar zit een kern. Ik bedoel, net zoals jij een rode draad zoekt bij al die mensen, ja, zit bij jou die rode draad ook. Want wat is dat? Ja, wat is dat? Goeie vraag. Ja, dank je. Dat vraagt mijn man ook wel eens. Wat is de rode draad? Ja. En ik denk dat dat is omdat ik echt. Denk ik dat ik iemand ben. Ik heb niet de antwoorden. Als het gaat over het leven van een ander, heeft een ander de antwoorden. Ik heb vanuit mijn jeugd en ben opgegroeid met iedereen is gelijk. En ben ontzettend nieuwsgierig naar de verhalen en de levens van mensen. En als je die dan combineert met het tussen de regels door kunnen luisteren en misschien rare hoeken slaan en te zeggen, hé, maar dat inzicht hoort eigenlijk een beetje bij dat inzicht. En dan maak je een nieuwe puzzel. Dan in één keer kun je dus op een hele andere manier zo'n vraagstuk bekijken. Wat is overheersend bij jou bij dat soort keuzes? Je hoofd of je buik? Mijn oren. Namelijk, ik heb hele kleine oren. Maar het luisteren, denk ik. Ik hoor misschien andere dingen. Ik stel misschien andere vragen. Ik heb natuurlijk een journalistieke achtergrond ook. Dus dat zit. Ja, daar voel ik me ook het beste bij. Maar je zegt, uit mijn praktijk van de laatste jaren ben ik veel groepen tegengekomen die bungelen. Hè? Ja. Zo noemde jij ze. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar het zijn ook kinderen die thuis zitten en niet naar school kunnen of willen of mogen van hun ouders. Mensen die net niet in het systeem passen. Ja, dat is heel centraal. En omdat het systeem vaak niet goed luistert naar die mensen. Ja. Maar denkt, ach, de oplossing is gewoon, we sturen met de post een laptop en dan komt het wel goed of zo. Hè? En dat is misschien niet het echte probleem daarachter. Maar we hebben nu een behoorlijke maatschappelijke crisis. Hè? We hebben een gezondheidscrisis, maar dat is echt een maatschappelijke crisis geworden. De maatschappij ligt stil. Ja. Denk je dat we zo'n crisis ook kunnen gebruiken om daar iets aan te doen, zeg maar, aan het dichterbij halen van die groepen? Bedoel je de kansen die het geeft? Ik denk dat we moeten wel. Dus het is ook, het is natuurlijk zo schrijnend voor zoveel mensen die zo ontzettend diep geraakt worden in hun dagelijks bestaan. Mm-hmm. Maar we hebben ook een ongelooflijke kracht en veerkracht als samenleving. En dat komt juist
Niet alleen vanwege de economische inrichting van ons land, maar juist ook de sociale inrichting van ons land en hoe we het met elkaar organiseren. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, filantropische sector, met de mensen om wie het gaat. Voor mij is dat laatste stuk, wat eigenlijk te vaak nog het missende stemgeluid is aan de voorkant van oplossingen die we bedenken. Mm-hmm. We bedenken al heel snel en zeggen, oh, maar dat is de oplossing. Precies de stappen waar we het net over hadden, die slaan we over. En ik zie dit dus als een enorme kans dat als we nu... niemand heeft de antwoorden op dit moment en niemand heeft heel veel antwoorden als we vooruit gaan. Dus in een tijd dat je niemand de antwoorden heeft, die misschien voor de crisis nog konden zeggen, ik heb de antwoorden. Als we dat alleen al toegeven met elkaar, we hebben de antwoorden niet meer. We moeten het weer met elkaar samen uitvinden. Maar we hebben alle partijen en alle partijen weten elkaar te vinden. Als we die keten dus met elkaar weer gaan leggen, op welk vraagstuk dan ook, vanuit ontwetendheid, maar eigenlijk vanuit de start. Want je kunt alleen het gesprek aangaan met mensen om wie het gaat. Mm-hmm. Als de mensen die beleid maken, oplossingen bedenken, één simpele basishouding hebben en die zeggen, ik weet het niet. Daar begint alle kennis, dus begint bij, ik weet het niet. Aan te dragen voor een groep, ja, in de samenleving, dat je eerst eens zegt, ik weet het niet, ik ga luisteren naar die groep waar het probleem ligt. Precies, ja. Want er zijn nieuwe vragen, er zijn nieuwe vraagstukken, er zijn nieuwe problemen, er zijn nieuwe mensen die bungelen. Dat is de start van de keten. En dan heb je al die partijen, en zo doen we het dus bij Number 5, en zo doen we het eigenlijk al jaren. Number 5 is een van de foundations die je hebt opgezet. Precies, en, die hebben, wat wij doen is eigenlijk dat proces, we weten het niet. We denken misschien dat dit het probleem is, maar eigenlijk blijkt, want we gaan in gesprek met, dan blijkt dat het probleem te zijn. Je gaat dat met bedrijven, met overheden, met mensen die bungelen, met maatschappelijke organisaties, kom je eigenlijk allemaal in dezelfde film vanuit de mensen om wie het gaat. En dan ga je samen zeggen, oh, maar wacht eens even, dan moeten we dat probleem oplossen. En dan ga je zeggen, jij bent als bedrijf misschien de signaleerder. Jij bent de oplosser. Jij bent de uitvoerder. En dat is voor mij echt samenwerken. Maar het begint ook bij de coördinator. En het moment dat jij dus zo'n persconferentie ziet van Rutte, dan horen wij allemaal het nieuws wat we krijgen. We zitten in een andere tijd. En heb je in eerste instantie waarschijnlijk, ik wel, je eigen familie, et cetera, gaat het goed mee? En dan vervolgens ga je naar de samenleving. En bij jou komen dus kennelijk meteen vragen naar boven. Welke gevolgen heeft dit voor mensen die bungelen? Ja. Maar en welke vragen zijn dat dan? Want ik bedoel, voordat je kan zeggen, ik weet het niet, moet je eerst een vraag hebben waarop je kan zeggen, ik weet het niet. Waar loop je nu tegenaan? Wat gaat er nu mis? We hebben een groot woord in de Nederland, waar we hebben over het doenvermogen van burgers. Je kunt er niet van uitgaan dat mensen de kennis, de vaardigheden hebben. En dat is niet omdat het domme mensen zijn. Maar dat is, ik vind heel veel IT-vragen vind ik ook ontzettend ingewikkeld. Dus het begint met, wat zijn je behoeften? Waar loop je tegenaan? Wat weet je niet? Et cetera. En dan langzamerhand, en dat noemen we dan, uiteindelijk moeten we daar tot maatwerk komen. Maar jij zegt iedereen in Nederland, de kracht van Nederland zit eigenlijk in die alliantie, hè, als we maatschappelijke problemen willen oplossen, van bedrijven, overheden, filantropische instellingen, NGO's, hè, en de mensen om wie het gaat, hè, in de eerste plaats misschien wel. Hè. Ja. Maar in ieder geval, en die alliantie van maatschappelijke organisaties daaromheen, hè, of dat nou overheid of filantropische instelling is. Maar dan als ik dat jou hoor zeggen, dan denk ik, ja, we focussen ons, als we niet uitkijken, natuurlijk echt louter op de economie de volgende jaren. En dus we hebben een crisis. De economie in de Europese Unie, zegt Eurostat vandaag, is 3,5% achteruit gekacheld. Dus nou, dan krijgen we natuurlijk weer enorme focus op het bedrijfsleven. Dat wordt nog erger. Ja. Dus... Nou ja, en daarom, daarom ben ik zo blij dat met dit initiatief ook, dat vanuit de Postcode Loterij, die zo ook al jaren zo ontzettend, en de hele filantropische sector in Nederland zo krachtig is om de systemen, ook de gaten in de samenleving te helpen opvullen. Maar nu is ook een kans om dat vanuit een heldere visie te doen en niet ook weer versnipperd. En misschien een ander punt, toen je vroeg van, wat is dan jouw rode draad? Ik ben zo vaak, denk ik,
het kan toch niet waar zijn? Ik heb een enorm geloof in Nederland en ik heb een ongelooflijk heel groot geloof in de kracht vanuit de samenleving. Maar, en ik heb ook een groot gevoel van, hè, maar dat kan toch niet waar zijn dat we dat niet oplossen met elkaar? Ja, ja. Dus hè, het kan toch niet waar zijn dat we niet zorgen dat die 400.000 kinderen die opgroeien in armoede, hè, dat kunnen we toch niet fixen? Dat moeten we toch met elkaar kunnen dat fixen? Kunnen we dus toch ik ben ook voor, een optimist. Veronachtzamen, ja. Precies. En mm-hmm. te zeggen, van, maar met al die kracht en al die kennis van bedrijven, van overheden, dan moeten we dat toch gaan fixen met elkaar. Maar we moeten het wel, je noemde het woord regisseur, je moet dat wel ja. durven helpen regisseren. Niet naar je toe trekken, mm-hmm. maar er moet er wel iemand zijn, A, die gek genoeg is om te zeggen, wij gaan dat fixen. En al kost het 10 jaar, 20 jaar, maar we gaan het fixen. Ik denk altijd vanuit de 100%. Je kunt niet zeggen, en ik heb daar jarenlang gesprekken met mensen over gehad, hoezo 100% geletterdheid? Ik zei ja, als je zegt, wat is het dan? 80%? Wat zeg je dan tegen die andere 20%? Voor jou is het niet belangrijk laat wat we hangen, doen. Ja. Dan klopt het conceptueel niet meer. Dus als je die combinatie maakt en ook dat we dat gevoel hebben van, we kunnen dit weer gaan doen met elkaar. Ja, dat is. En nou van, heb jij ja. zelf die gedrevenheid, hè? En de ja. mensen om jou heen ook. Maar er zijn ook sceptici die zeggen, ja, leuk verhaal hoor, wat je vertelt. Maar 98 miljard schade, economie. Economie is veel belangrijker. Hoe, of met welke woorden, of met welk gevoel kan je die mensen die op die manier kijken naar die samenleving, de economische wijze, hoe kan je die mensen overtuigen dat het werk wat jij doet en ook andere NGO's doen, dat dat desondanks belangrijk is? Met cijfers. Dus in kaart brengen, dat hebben we destijds gedaan. Was ook echt een turning point in de aanpak van laaggeletterdheid. Met cijfers om in kaart te brengen, wat kost laaggeletterdheid de samenleving? Voor gezondheidsvaardigheden, voor productiviteit, voor eigenlijk op allerlei gebieden. Verdorven inkomsten. Wat loopt aan inkomsten mis in de samenleving? Kwetsbaarheid. Dat mensen niet kunnen lezen en dan kom je op ja. zo tegen het miljard. Ja, ja, nou ja, dan spreekt dat. Dus dat is dus ook dus, economische waarde om het op te lossen. Dus geef er 80 miljoen aan uit. Dat is een goede investering, want ja. je krijgt er veel meer. Maar ja, eigenlijk ook best wel heftig dat je het moet Voorrekenen, ja. voordat het belangrijk wordt. Ja. Nou ja, nee, want het is ook begrijpelijk. Ik heb ook altijd gezegd, je had het over goede doelen. Ik heb het dus nooit gehad over goede doelen. Want dat wil zeggen, als je goede doelen hebt, wil zeggen dat er slechte doelen zijn. Ja. Nee, we hebben een gezamenlijk doel. En dat gaan we fixen met elkaar. En dat is ongelooflijk complex. Zeker de problemen en de vraagstukken waar ik vaak mee werk. Armoede, schulden, eenzaamheid. Mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Nou, de kwetsbare kinderen en de mensen die tussen de wal en het schep vallen vanwege de digitale samenleving. Maar dat zijn allemaal, dat moet je dus wel kijken. Bekijken vanuit alle verschillende aspecten van het leven van deze mensen. Ja. Want dat is denk ik een andere fout die we vaak maken. We kijken heel verkokerd naar vraagstukken. Maar als je goed het leven afbelt van mensen, het niet goed kunnen lezen en schrijven van bijvoorbeeld ouders en het achterop raken van kinderen op school heeft natuurlijk met elkaar te maken. Misschien zijn er andere problemen die spelen in een gezin. Dan kun je daar niet met één bril naar kijken. Mm-hmm. Ik denk altijd vanuit meerdere brillen. Zonder nogmaals het willen invullen voor mensen. Maar dan, en dat wil ook zeggen dat verschillende departementen vanuit de overheid, dat die dus met elkaar moeten samenwerken ook weer, om het daadwerkelijk op te lossen. Nou, die schuldenproblematiek, als je het over mensen hebt die bungelen. Ja. Je zal zien dat deze crisis ja. een hoop mensen in het faillissement zal drijven, in de schuld ja. zal drijven. En daar hoef je geen glazen nee. bol voor te hebben. Nee, en ik zei het laatst met iemand over van in het ministerie van Sociale Zaken. En toen zei ik, preventie is nu. Preventie is nu? Hoe ja. bedoel je daarmee? Ja. Want als je nu, voor de crisis, mm-hmm. was het best lastig om met mensen te spreken over preventie. Omdat het probleem 1,4 miljoen mensen, huishoudens in Nederland voor de crisis hebben problematische schulden. 1,4 miljoen? 1,4 miljoen. We hebben 2,5 miljoen ongeletterden. We hebben 1,4 miljoen mensen met schulden. Okay, ja. Dus is er een heel groot complex probleem op te lossen. En er zijn heel veel partijen die er ook ongelooflijk zich hard voor maken. Maar wat doe je dan met preventie? Preventie is veel complexer, is veel ontrafelender. Dan moet je echt begrijpen
wat speelt er en wanneer gaat het nou eigenlijk mis? En dan moet je dus veel meer teruggaan. Het kost ook veel meer tijd om het te gaan oplossen. Maar preventie is cruciaal. Dus nu zorgen dat die mensen niet in de schulden komen. Dus als je nu de nieuwe groepen weer gaat begrijpen vanuit wat we bespraken. Behoeften, wat zijn dat nou? Dat zijn nieuwe behoeften, want het is zo onverwacht dat mensen die nooit hadden verwacht dat ze in de problemen zouden raken, zijn nu in de problemen gekomen. Mensen met die dachten dat ze goedlopende mensen... winkel hadden? Of, absoluut. Ja. Misschien zijn de oplossingen die er lagen niet meer van toepassing op de mensen om wie het gaat. Nou, want hadden we nooit in beeld. Ik had het laatst over, maar kijk, nu ben je heel erg... voor jullie, voor de Bali ook. Je bent op zoek naar extra geld, omdat je anders misschien wel omvalt. En zo zijn mensen, ondernemers, zijn op zoek naar extra geld, omdat ze anders omvallen. En andere mensen die bungelen. En wat je zegt is heel mooi, preventie. Maar het probleem vaak zit hem ook vaak op politiek vlak. Want preventie heeft geen politieke prijs. Je kan er niks mee winnen, want het is lange termijn. Politiek is toch vaak gericht op iets kortere termijn. Dus je succes, het is gelukt binnen 4 of 5 jaar, binnen mijn termijn. Levert je niet snel genoeg iets op. En nu ben ik heel sarcastisch en misschien heel erg negatief daarin. Maar dat is wat je veel ziet. Want preventie speelt ook op het gebied van gezondheid. Als je daar die slag kan maken. Ja, maar ik vind dat te makkelijk. Iedereen heeft zijn eigen beweegredenen. Ik geloof er heel erg in om samen te werken met de overheid. Neem ze ook mee. Maar ik ben daarin wel misschien een soort buitenboordmotor. Maar geloof erin dat uiteindelijk de overheid heel belangrijk is. En ook ontzettend goede dingen kan doen. Eens. Om mee te gaan in die maatschappelijke dynamiek. Want als je oplossingen bedenkt buiten de systemen, dan zijn ze uiteindelijk niet duurzaam. Dus ik geloof heel erg in systemische oplossingen. Je kan ontzettend veel geld tegenaan gooien. Dus ik vind het wel mooi om te zien dat juist ook in deze tijd, en ik denk dat de Alliantie Digitaal Samenleven samen met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken, hoe die enorm faciliteert dat wij kunnen innoveren, het op deze manier kunnen aanpakken. Hij faciliteert dat. Wij trekken er weer bedrijven bij. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat mensen dit kunnen gaan doen. En dan werkt het echt als een trein. Juist die politiek helpt je heel erg. Het is niet alleen maar kort termijn. Je moet mensen vinden die erin geloven om de regie op deze manier te pakken, precies. Ja. En ook wel een beetje misschien uit handen te geven. Maar is dit een goed voorbeeld waar je van zegt van kijk, Alliantie Digitaal Samenleven, die hadden we al voor de crisis. Ja. Stond al. Hè? Ja. Toen werd er toch even zo gekeken naar kinderen die thuis zaten en geen leermiddelen hadden, hè, of zo, hè, of weinig. En nu met zo'n crisis merk je dat, daar is een opening, een mogelijkheid om dat voor iedereen te gaan regelen. Ja, ja. En dan is het fantastisch om te zien, dus met het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat wij zeiden, wij hadden plannen. We hadden fantastische, heldere plannen, actielijnen, 18-jarigen, technostress, ouderen. Gaan we ook allemaal mee door. Maar we zeiden, we hebben een jaar deze alliantie gebouwd. Die kunnen we nu inzetten, heel concreet, om dit probleem bij de kop te pakken. Op een manier dat we meteen ook laten zien hoe dat samenwerken optelt. En dat dan het ministerie zegt, nee, natuurlijk, en dat faciliteren we. Ja, dan dat geeft zo ontzettend veel energie. Maar je zegt ook, daar moet wel het bedrijfsleven bij betrokken worden. Daar moet wel de filantropische sector in bij betrokken worden. Want die kunnen dat soms net wat extra mogelijk maken? Of... Die hebben een andere rol. Dus bijvoorbeeld, laatst wat we zien bijvoorbeeld met het ophalen van de digitale apparaten. Een heel concreet probleem. China is de apparaten, er zijn niet genoeg apparaten, nieuwe apparaten. Dus moeten we gebruikte apparaten uit de markt halen. Eerst dachten we, we gaan dat via grote instanties doen. Maar dan blijkt dat onze keten zo in elkaar zit dat de apparaten eigenlijk al opgehaald worden. Dus je moet fijnmaziger te werk gaan en letterlijk Nederland uitkammen om gebruikte apparaten te krijgen, om goed schoon te maken en te brengen bij de mensen om wie het gaat. Dus dan moet je iedere keer denken, Tom Poes verzin een list. Ja, dit kan een ambtelijke organisatie niet doen. Huh? Je moet een beetje, een beetje anders denken. Dus dan belde ik laatst met een van de grote accountancy kantoren en belde met de baas. Ik zei, ik vertel dit verhaal. Binnen 5 minuten zegt hij, oké, wat kan ik voor je doen? Er komen trouwens ook mensen bellen je op en zeggen, kan ik iets voor je doen? We hebben computers over. Ja, maar ook gewoon, wat kan ik voor je doen? En ik zei, wat wij nodig hebben is heel veel apparaten. Jij hebt heel veel medewerkers. Ga uitkammen uit jouw organisaties. En als je dat uit
50 organisaties hetzelfde verhaal doet, dan wordt er heel veel gekampt en dan krijg je in één keer heel veel apparaten. Er zijn heel veel kleine stapjes, maar het mooie is, omdat we gaan voor één helder doel, lukt het ook gewoon. Ja, kijk gewoon naar, als je het probleem, of als je de uitdaging ziet als een grote olifant, dan eet je hem stukje voor stukje op. Ja, ik hou niet zo van olifanten opeten. Absoluut. Maar je hakt het in stukjes dus, je probleem. Ja. Als ze van chocola zijn. Ja. Precies. En je doet het altijd. Ik hou van samenwerken. Ja. En ik denk, jij kunt dat doen en jij kunt dat doen. En ja, dat maar is de kern van je boodschap is eigenlijk, als ik er naar luister, we krijgen beter zicht op grote groepen in de samenleving die bungelen op dit moment. En bedien die zo dat je naar hen luistert en dat je nieuw beleid op dit moment gaat maken met die groepen. Ja. En dat je daar in een alliantie maakt voor de grote schuldengolf die op ons afkomt. Misschien, hopelijk niet, maar waarschijnlijk toch wel. En je zegt daarbij, luister naar degene voor wie het beleid bedoeld is. Ja, want we hebben minder geld te besteden om grotere problemen op te lossen. We hebben minder geld door de crisis eigenlijk te besteden. Door de crisis hebben we minder geld te besteden. Ja. Moeten we het dus slimmer gaan uitgeven? Dat kan alleen als je deze ketens maakt. En moet je dus, om effectief je doelen te bereiken, moeten je beginnen met de behoeften in kaart te brengen. En dan vervolgens heb je dus effectievere oplossingen. En ga je de problemen dus echt daadwerkelijk te lijf. Ja, dus omdat de crisis ons gewoon met minder geld opzadelt, zullen we effectiever te werk moeten gaan. Ik vind het een prachtige slotopmerking van deze uitzending. En ik wens je ongelooflijk veel succes. En hopelijk dat genoeg van dit soort allianties rond bungelende Nederlanders kan smeden. Zodat we minder beschadigd uit de crisis komen. Hoe kun je bungelende Nederlanders borgen? Het borgen van bungelend Nederland. Ja. Ja. Dank, heel hartelijk dank, Laurentien, voor je komst naar dit gesprek. Heel fijn. De nieuwe tijd, de aftrap van de nieuwe tijd, was dit van de serie. Umberto, dan heel hartelijk dank voor je hulp in deze coronatijden. En u bedankt voor het kijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. En in de komende weken lichten wij thema's en organisaties eruit die Nederland op dit moment kunnen steunen en de bevolking van Nederland kunnen helpen om in dit crisistijd nieuw licht en nieuw perspectief te vinden. En de co-host is al deze weken lang Umberto Tan. Dank. Moeten ze nog abonneren ergens? Fijn. Of moeten ze dan een knopje indrukken? Dit mag je op YouTube bekijken. Ja, dan moeten ze abonneren natuurlijk bij jullie kanaal. Ja, absoluut. Dankjewel voor het fijne gesprek.